Ze beleven dus spannende dagen omdat Ten Kate mogelijk van de beurs afgehaald wordt door Gilde Buyout Partners. Nou, aan tafel Hans Bellert, onze economische verslaggever. Hans, hoe zit het precies met dat bod? Want het was eerst te laag. Nu hebben ze het verhoogd, maar is het nog niet goed genoeg? Nou ja, intussen heeft bijna 86% van de aandeelhouders, dat wil zeggen de bedrijven, de instellingen die samen 86% van de aandelen hebben, hebben gezegd van nou, we verkopen het wel. 26 euro is een aandeel waard. Nou ja, een half jaar geleden was het nog maar 17 euro waard. Dus ze worden er flink rijker van, zou je kunnen zeggen. Maar een aantal van die aandeelhouders, zeg maar de grote aandeelhouders, zeiden van ja, maar dat is ons nog niet genoeg. Wij houden de poot stijf. Het was de afgelopen dagen, zou je kunnen zeggen, een pokerspel. En ze hebben gezegd, wij verkopen het nog niet. Nou, intussen is bekend geworden dat ze 86% van die aandelen hebben, althans die is aangeboden. En ze hebben laten weten, komende dinsdag laten we definitief weten wat we gaan doen. Oké, maar die grote jongens, dat zijn Kempen onder andere, van Herk, NN en P-Squared, allemaal van die grote jongens. Ja, Frans Bedrijvenstad van Herk heeft intussen wel toegezegd de aandelen te willen overdragen. Maar vooral Kempen, dat is ook een investeringsfonds, die heeft echt vanaf het begin de poot stijf gehouden. Die zeggen, ja, die 26 euro per aandeel is gewoon te weinig. Ja, die hebben een soort van pokerspel gespeeld, hè. Ik bedoel, je kunt allebei zeggen van, ik heb hele mooie kaarten in mijn hand en je gaat gewoon door. Maar uiteindelijk heeft, zou je kunnen zeggen, Gilde toch 86% in handen. En lijkt er nog maar een klein deel over van de oorspronkelijke aandeelhouders. Dit zijn de grote jongens, maar dan zijn er ook natuurlijk een heleboel kleine aandeelhouders in dit bedrijf. Trots van de regio. Dus zullen ook vast een beetje aandeelhouders in deze regio zijn. Ja. Die hebben ook spannende dagen beleefd. Wat moeten die mensen doen met hun stukken? Nou ja, uiteindelijk zal dinsdag blijken wat Gilde doet. Ik heb gesproken met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. En die zegt bij monden van de directeur Paul Koster, nou, die Gilde gaat niet terugtrekken, hoor. Die gaat gewoon door. Die hebben nu zoveel van hun imago en geld er ook in geïnvesteerd. Die gaan het bedrijf overnemen. Dus ja, als je nog aandelen hebt, rest je niks anders om ze aan te bieden. Want stel je voor dat Gilde zegt van, nou, we doen het niet. Nou ja, dan kun je wel voorspellen wat er gebeurt. Dan komt zo'n aandeel in de vrije val en dan gaat het gewoon weer terug naar de waarde die het een half jaar geleden gehad. Nou ja, en dan heb je nu potentieel geld in je handen wat je laat liggen. Dus ja, ik denk niet dat iemand dat aandurft. Nee, zonde van je aandeel, dan is het echt dus helemaal niets meer waard. Maar goed, Loek de Vries, hè, daar heeft de VEB ook nodig over gezegd. Vanaf het begin al, Loek de Vries de bestuursvoorzitter van Ten Kate zou dubbele petten hebben. Want hij is degene die zeg maar de grote deal, zou je kunnen zeggen, heeft gesloten met Gilde, de overnamekandidaat. En hij blijft ook directeur in het bestuursvoorzitter in het nieuwe bedrijf. Dus hij heeft niet het belang bij de allerhoogste prijs gehad. Want als je nou vertrekt, dan wil je zoveel mogelijk geld meenemen. Uiteraard. Maar als je opnieuw doorgaat in een bedrijf, denk je misschien wel, nou, ik hoef niet het allermeeste geld uit de kast te hebben. Want hij heeft ook 3% van de aandelen van Ten Kate in handen. Het mag ook wel wat lager zijn. Want uiteindelijk ga ik toch nog een keer cashen. En dat werd hem verweten, dat hij een dubbele pet had. En daar heeft hij moeite mee gehad om zich tegen te verdedigen. Dat verwijt ook heel lastig. Want in alle andere situaties zou dat niet mogen. En op dit vlak kan dat gewoon wel. Toch is het wel logisch dat een bestuursvoorzitter van een bedrijf dat wordt overgenomen wat langer blijft zitten. Want ja, die heeft natuurlijk wel alle kennis in handen. Ja. Die heeft dat bedrijf lang geleid. En als die gelijk vertrekt, dan vertrekt er natuurlijk gelijk de voorman van het bedrijf. Ja, jij hebt met die beleggersclub gebeld vanmiddag dus, de VEB. Wat zeggen die daarover, over die dubbele pet? Nou ja, die vinden dat nu niet meer zo heel relevant. En ik denk ook eerlijk gezegd dat het altijd wel is uitgespeeld als kaart in dat pokerspel om de prijs te verhogen. Het oorspronkelijke bod was 24,60 euro. Toen kwamen er allerlei argumenten op tafel waarom dat bod niet genoeg was. En toen werd Loek de Vries verweten dat hij een dubbele pet had. Nota bene, Egbert de Kate, commissaris van het bedrijf en nazaat van de oprichters van het bedrijf. Ja. Die kreeg ook het verwijt dat hij een dubbele pet had. Dat was natuurlijk pijnlijk voor die man. Ja, en ik denk dat dat ook in het spel zat van jongens, die prijs moet omhoog. Want uiteindelijk, alle aandeelhouders gaan uiteindelijk maar voor één ding. Dat is gewoon aandeelhouderswaarde, zoals het heet. Gewoon zoveel mogelijk geld verdienen. Nou, 86% bijna is dus nu aangemeld. Ze moeten eigenlijk naar 95%. Maar je zegt net, de VEB denkt dat als ze dat niet halen, dat ze het alsnog gewoon doorzetten. Ja, en dan is natuurlijk de groot aandeelhouder Gilde geworden. Dus ja, die gaat bepalen wie er in het bestuur komt, wie de commissarissen zijn. Die gaat in wezen dan op afstand het beleid bepalen. Ja, en die kleine aandeelhouders hebben dan echt niks meer in de melk te brokkelen. En die worden, nou ja, populair gezegd, er wel uitgepest. Ja, er zijn verschillende methodes voor. Ja, precies. Uitgepest of uitgerookt. Hoe ze dat allemaal noemen in beurstermen. Er zijn termen voor die het wat verbloemen, hoe vervelend het kan zijn. Het is, iedereen is zijn geld kwijt. Dus het is eigenlijk geld niet kwijt. Die aandelen verkoop je dan op enig moment. Ja, precies. Maar dus, goed, als je te laat bent, dan is het natuurlijk niets meer waard. Nee, op zich, ze blijven beursgenoteerd. Ja. Dus de waarde blijft nog steeds dezelfde waarde van dat aandeel. Alleen, ja, je kunt er niks meer mee. Want bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar kan zeggen, we gaan geen dividend meer uitkeren. Nee. Ja, dan verdien je er ook niet zoveel meer mee. Dus er komt een moment dat iedereen zal zeggen, verkopen die handel, stoppen ermee. Precies, dat noemen ze dan dus, Ja, toch? Precies, ja. Goed. Wanneer weten we meer?
Dinsdag uiterlijk heeft Gilde gezegd, laten we weten wat we gaan doen. En nou goed, dat is het moment dat we meer weten. Het gebeurt altijd om de beurs om, dus het kan ook zomaar zijn dat ze dit weekend actie ondernemen. Ja, want als het tijdens beurstijd, zal ik maar zeggen, als er gehandeld wordt, doen ze nooit mededelingen. Dus doen ze altijd voor 9:30 of na 6:30. Ja. Of in het weekend. Even kort, betekent dit ook nog iets voor het personeel? Of gaat het allemaal gewoon door? Nou, in eerste instantie gaat het allemaal gewoon door. De komende jaren zal er niet, denk ik, zo heel veel veranderen. Maar op termijn, ja, het wordt niet voor niks gekocht, zal er wel wat veranderen. Want zo'n bedrijf wil er natuurlijk gewoon geld uitslaan op de een of andere manier. Dus zullen de minder rendabele onderdelen wellicht worden verkocht en worden er misschien andere onderdelen weer aangekocht. Op termijn weet je niet wat gaat gebeuren. Goed, we blijven onze trots van de regio dus nog wel in de gaten houden. Ja. Dankjewel, Hans.